Wij zijn Magda en Pieter van de Bouwadviescommissie. En we zoeken vrijwilligers. Ik zit in de Bouwadviescommissie omdat ik het belangrijk vind dat mensen kunnen blijven functioneren in de samenleving. We kunnen gaan naar musea, dorpshuizen, restaurants, maar ook thuis langer kunnen blijven wonen. Wij zijn een onafhankelijke commissie van vrijwilligers. Die bestaat uit ervaringsdeskundigen die verstand hebben van bouwen. Ervaringsdeskundig wil zeggen dat je ofwel gewoon daadwerkelijk zelf een beperking hebt of een handicap hebt. Maar het kan ook gewoon zijn dat je dat niet hebt, maar dat je wel verstand hebt van bouwen en weet hoe de gebouwde en ongebouwde omgeving er voor die mensen uit moet zien. De sfeer bij ons is hartstikke goed. We zijn momenteel met 5 leden, dus we zoeken wel mensen erbij. Nou, we hebben 1 keer in de 6 weken een vergadering, die kost ongeveer 1 uur. En afhankelijk van het aantal keuringen ben je denk ik gemiddeld elke week 1 uur kwijt. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. We zijn nu in het oude stadhuis in Nieuwpoort. Daar hebben wij geadviseerd onder andere over de helling om binnen te kunnen komen. De lift die erin zit. Dat ook mensen met een beperking helemaal tot aan de bovenste verdieping kunnen komen. En er zit een gehandicapte toilet in. Actuele plannen die we laatst hebben behandeld is het Park Rietveld geweest in Noordeloos. En wij zijn uiteindelijk door de gemeente gevraagd om het plan van de ontwikkelaar te beoordelen. Dus we hebben daar een paar mooie adviezen over mogen schrijven. En ja, wij hopen dat het plan zo gauw mogelijk in ontwikkeling komt, want uiteindelijk is dat natuurlijk het doel om goede woningen die voor iedereen beschikbaar zijn en geschikt zijn om die neer te zetten. Ons advies beperkt zich niet alleen tot gebouwen, wij adviseren ook over de buitenruimte. Zo is er hier bijvoorbeeld een gehandicapte parkeerplaats vlakbij het stadhuisje aangelegd. Ik kom uit de facilitaire hoek en ik ben jurist en ik vind het zo belangrijk dat iedereen op een gelijkwaardige manier behandeld wordt. En je merkt in de praktijk dat gewoon niet iedereen gelijk is. En je zou zo fijn zijn als iedereen ongehinderd door de openbare ruimte en door gebouwen heen kan lopen. Wij zijn op zoek naar mensen die betrokken zijn bij ons werkveld. En dat kan zijn doordat ze ook tekeningen kunnen lezen, maar of ervaringsdeskundig zijn. Of dat in ieder geval inzicht in de materie willen ontwikkelen. Interesse in deze boeiende functie? Neem dan contact op met mij.